iedereen, ik ben Seth en vandaag gaan we onze tweede video opnemen. We gaan een tutorial doen over een backflip en we gaan jullie ook leren hoe je een sideflip moet doen. Stap 1. Je moet eerst leren op de trampoline. Ik ga hem nu even voordoen op de trampo. Zorg dat je goed open hebt. En dan neem je benen naar je armen en gaat je zo breed mogelijk een bommetje maken. En dan, ja, en dan moet je gewoon blijven oefenen. En dan kun je hem. En dan, de volgende stap is, bijvoorbeeld met één sprongetje en dan in beneden doen. En dan bouwt je verder totdat je gewoon standing je backflip hebt. En dan, als je dat kunt, dan moet je van iets hoog naar de grond proberen. Zoals. Oké, ik heb iets gevonden. We kunnen van de trampoline naar het gras, maar dan moeten we eerst even de trampoline bij het gras zetten. Als je dat gedaan hebt, dan moet je gewoon afbouwen naar lager, 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 totdat je op de grond bent. En ja. Dus we zijn nu op de grond aangekomen. Misschien eerst een kleine tussenstap voordat je ineens backflip gaat doen. Een tussenstap is een backflip, maar dan met je handen, ja kijk. Een flikflak dus. Dat is een backflip met je handen, dat had je net al gezien. Dus dat is de eerste tussenstap. En dan volg je een backflip. Dan komen we aan bij de backflip. Probeer het wel eerst op je kussen voordat je het op het gras doet, want het gras is wel hard. Ja, en je doet armen tot hier, tot helemaal van boven. En dan breng je benen tot je schouders. En dan pak je benen vast. Bij een backflip is het eigenlijk net zo als een flikvlak, maar dan ga je je handen niet zetten, maar breng je je voeten naar je armen toe, net zoals Ryan daar straks al heeft uitgelegd naar de kussens. En dat ziet er zo uit. Oké, de backflip is gelukt. Dus nu gaan we over naar de sideflip. De sideflip is dat je zeg maar aankomt gelopen. Dat je dan zeg maar een zijwaartse koppel gaat doen. Maar dan in de lucht. En dat ziet er zo uit. Bij de volgende stap bij sideflip is dat je eigenlijk een helper nodig hebt die je zo kan ondersteunen wanneer je een sideflip gaat doen. Dus ik ben nu de helper en Ryan gaat nu over mij rollen. Dat zie je er zo uit en dan ga je lager en lager. Tot diegene over u kan springen en dan heb je sideflip en dan moet je alleen nog maar weggaan en dan kun je sideflip doen maar. Dit was het weer voor deze video. Laat een blauw duimpje achter en abonneer voor meer. Doei!